Het meest wint het mij op over de koker- en tunnelvisie. Dat betekent dat die kantoorgebouwen er niet meer zijn. Het gebouw nog wel, het kantoor niet meer. Goedemiddag. Ja, middag Ronnie. Wat een vrolijke achtergrond heb je. Ja, ja. Als ik al die huiskamers zie en al die meuken bij mensen op de achtergrond. Dan hadden wij bedacht al heel snel van wij moeten iets leuks hebben. Ja. Maar het is wel een hele vrolijke achtergrond. Ja. Is er reden tot vrolijkheid, Eduard? Als je een lekker leven hebt, is er altijd reden tot vrolijkheid. Hè? Maar ja, daar moet je zelf bij zijn. Hè? Zo is het. Hoe is het met je? Ja, lekker. Ja, fijn. Leg de mensen eens uit die zitten te kijken. Die zeggen van, hey, ik ken die gast. Die heb ik wel eens gezien. Maar wat doet die ook alweer? Nou, ik ben oprichter, eigenaar van de Tribes Inspiring Workplaces. En wat wij doen is, wij verhuren eigenlijk ruimtes, werkplekken per uur, dag, maand, jaar. En net zo lang als die klant dat wil, met 1 tot 100 mensen. Op 24 locaties in Nederland, België en Duitsland. Hoeveel? 24. Dat is aardig gegroeid, Eduard. Ja, redelijk gegroeid. We zouden harder kunnen gaan, maar er zaten een aantal remmen op waarom we dat niet hebben gedaan. En wat waren die remmen? Nou, in eerste instantie zijn we begonnen, en dat was ook 5 jaar geleden, toen ik voor het eerst bij jullie iets mocht vertellen over Tribes, met seed capitalists, 2 mannen Boekhoorn, 3 mannen waren het eigenlijk, Boekhoorn, Mol en Philip Krakau. Nou, de laatste is helaas overleden, die andere 2 niet. Maar wij waren vrij succesvol al in dat eerste jaar. En toen bleek dat op dat moment de mannen niet zelf konden bijstorten conform plan. Omdat ze zelf al troubles hadden met andere ondernemingen van hun. En Krakau wilde alles cashen, omdat hij toen wist dat hij deze ziekte had. Dus wij moesten op zoek naar nieuw groeikapitaal. Daardoor kwam er eigenlijk wel een vertraging in. Maar dat hebben we wel gevonden. Middels een hele grote private equity club uit Amerika. En die hebben ons eigenlijk na een jaar ondersteund en het gros van de aandelen van de anderen opgekocht. Waardoor we die groei versneld konden doorzetten. Maar dat zorgde wel voor een stukje vertraging. Want je zit dan natuurlijk in een onderhandeling en dat zorgt voor vertraging. Nou, schets je net zo'n beetje je bedrijfsconcept. Wat is er gebeurd de afgelopen maanden bij jou? Ja, nou ja, na de eerste dag 16 maart. Kijk, uiteindelijk is het zo. Wij zitten in 3 landen en 3 landen... Ja, kennen op dit moment ook 3 verschillende minister-presidenten, of moet ik zeggen 3 verschillende virologen, die allemaal een verschillend beleid toetsen. Alleen bij alle 3, in België was dat wat moeilijker, maar bij alle 3 hebben we het in ieder geval zover kunnen krijgen dat wij gewoon open waren. Dus wij zijn nooit gesloten geweest. Onze kantoren zijn open geweest, omdat het advies in met name Duitsland en Nederland was werk thuis. En in België was het, bij hoge uitzondering mag je naar het werk. Dat was een beetje het verschil. Dus wij hadden natuurlijk ook op onze vestiging in België klanten zitten waar toch doorgewerkt moest worden. Het RVM van België zit bijvoorbeeld bij ons in een van de kantoren. Dus dat betekende dat wij gewoon open zijn gebleven. Maar het heeft natuurlijk ook consequentie bij ons. Waarom? We hebben niet alleen langdurige contracten met klanten, maar we hebben natuurlijk ook vergaderzaal omzet. En de vergaderzaal omzet is eigenlijk hetzelfde als je een hotelkamer boekt. Die kun je annuleren 48 uur van tevoren. Dus uiteindelijk hebben we in maart veel annuleringen gehad. We hebben natuurlijk, omdat we 2 eerste weken in maart hadden gedraaid, hebben we nog wel goede omzet gehad. Maar in april is die helemaal weggevaagd. En hadden we eigenlijk van de vergaderzaal omzet nog 10%. Nou is de totaal vergaderzaal omzet van onze totale omzet 10%. Dus die ben je dan ongeveer wel kwijt. In mei hebben we wel weer gezien dat die is aangetrokken. Toen was het niet 10%, maar nu zit het wel weer op 20%. Wil je zeggen dat je die andere 90% gewoon houdt? Omdat wat je daar ziet, en die 90%, dat is natuurlijk de omzet voor de mensen die bij ons de kantoren afnemen. Ja. Dat zijn langere contracten. Het gros betaalt gewoon door. Maar er zijn natuurlijk ook partijen die failleren in deze tijd. En die omzet missen we dan. Dan zie je aan de andere kant weer dat er partijen zijn die meer ruimte willen hebben. Omdat ze hun mensen verder aan elkaar willen zetten. Dus dat komt dan weer bij ons terug. En zo heb je meer van dit soort zaken. Je ziet heel erg, en dat is pas de laatste weken duidelijk zichtbaar. Dat zagen we eigenlijk ook al in Azië gebeuren bij onze conculega's. Dat heel veel grote corporates nu omgaan van hele lange
huurcontracten bij vastgoedeigenaren naar toch kortstondige contracten bij operators zoals ons. Dus we hebben inderdaad in de maanden, maart, april, niet zoveel nieuwe klanten aan boord gehaald. Sporadisch nieuwe klanten en die beginnen allemaal pas op 1 juli of later. En wat je nu opeens ziet in mei, is een grote aantrekking weer van klanten die per 1 juli, 1 augustus, 1 september willen beginnen. En dat zijn dan nieuwe klanten die eigenlijk uit een vaste kantooromgeving komen en die dan naar een flexibele oplossing willen. Jij bent de laatste tijd actief online in het delen van je mening, zeg maar. Ja. Zullen we zeggen? Ja. Pik er eens wat uit waar je het meest over opwint. Het meest wint het mij op over de koker- en tunnelvisie. Dat er dus te weinig wordt gekeken naar andere landen, naar andere onderzoeken, dan de onderzoeken die worden gedaan of nog moeten worden gedaan door het RIVM. Ik ben natuurlijk al een tijdje bezig met een acquisitie ook in Zweden, dus daar vertoef ik ook regelmatig. Ja. Ik heb te maken met Duitsland, waar er duidelijk is gesteld dat het virus alleen maar overdraagbaar is door de lucht, dus niet door aanraken. En daardoor ben ik met andere regelgeving bezig in Nederland dan in Duitsland. Daar waar onze minister-president heeft geroepen, samen zijn we sterk, ziet dat samen sterk niet in Europa. En ontbeert dat helemaal. Ik merk nu wel de laatste tijd dat er meer onderling wordt gesproken tussen de virologen. Wat ik heb begrepen, met name Duitsland en België, ze zijn op één lijn gekomen. Je ziet hetzelfde beleid qua mondkapjes. Je ziet dat ze alle twee uitspreken van het komt door de spread. En dat wat Maurice de Hond nu al 5 weken roept of 6 weken roept. Ja, hij is daar niet de enige in. En het is inderdaad raar dat de overheid één richting volgt, één mening heeft. En dat de totale media ook alleen maar op dat pad blijft lopen. En andere mensen die andersdenkend zijn, niet worden gehoord. Ja, dat frustreert natuurlijk. Dan is de democratie voor mij weg. Ik bedoel, de Kamer valt mij ook vrij tegen, want ik zie niet meer die aanval, of in ieder geval zorgen dat er discussie komt rondom deze regelgeving. Als we nu kijken naar die 1,5 meter economie, ja, dat is totale kul als die elders 2 meter is, of 6 feet, 1,83 centimeter, of 1 meter, wat volgens de WHO zo zou moeten zijn, of zelfs in het geheel niet. Dus de communicatie is pover, is zwak en daardoor voor niemand te doorgronden. En waar ligt dat aan? Angst. Dat is het, denk ik. In eerste instantie was het natuurlijk angst. Hè. Ik heb alles begrepen tot ongeveer 20 april. Dan begrijp ik van, jongens, laten we rustig doen met z'n allen. Laten we nou eens gaan ondervinden en onderzoeken wat er daadwerkelijk aan de hand is. En je ziet dat mensen tot die tijd ook best wel het idee hadden van ja, we weten het niet, we moeten het beter onderzoeken. Maar daarna, eigenlijk op die persconferentie, had ik eigenlijk al verwacht, ook omdat je zag wat er in de Scandinavische landen gebeurde, wat er in Duitsland gebeurde, wat er in Azië was gebeurd, had ik inderdaad verwacht van oké, jongens, we gaan gewoon veel sneller weer naar die normale economie die we hebben. We hebben een dashboard van de IC-bedden en hoeveel mensen zijn er positief getest. Maar we hebben geen andere dashboarden. We kijken niet naar, oké, wat is de consequentie voor andere mensen? Wat gaat gebeuren? Komen de burn-outs? Wat komen er mee? Wat is de achtergestelde zorg? Wat gaat dat impliceren? En vooral ook, als wij er nu alleen maar geld trekken van de overheid, wie gaat dadelijk dan de zorg over 12 maanden betalen? Niemand, want het potje is leeg en de ondernemers en de bedrijven hebben ook geen geld meer waar je het uit kunt trekken. Het is natuurlijk heel zwart-wit wat ik stel, maar het gaat erom dat je daarmee wel een beetje de discussie aan de gang krijgt. En die komt voor mijn gevoel niet genoeg aan de gang. En wordt nu min of meer getrokken door de horeca. Maar verder is het muis en muis stil. Ook in de Tweede Kamer vind ik wat dat betreft dat het muis en muis stil is. Maar je zegt het gedreven door angst, of dat angst erachter zit, maar het is toch ook aan de overheid om hier zo goed mogelijk mee om te gaan en alle kanten te belichten en goed onderzoek te doen en te zorgen dat iedereen er zo goed mogelijk uitkomt, of niet? Of zijn die belangrijk? Dat is natuurlijk een taak van de overheid, maar ik denk dat ook alle mensen die lid uitmaken van de overheid op dit moment dit nooit hebben meegemaakt. Nee. Dus op het moment dat je in een nieuw terrein komt, dan kun je inderdaad als een struisvogel je kop in het zand steken en maar voor die ene tunnel gaan. Of je kunt jezelf verbreden en eens gaan praten met andere mensen, met andere mensen bedoel ik, met andere overheden.
met andere virologen. Het lijkt een soort Nederlands elftal. Hè? 17 miljoen mensen hebben een mening over hoe het nu moet. Ik kan me ook voorstellen dat je als beleidsmaker, zoals regering, dat je je daarvoor moet beschermen. Omdat je anders gewoon gillend gek wordt als je naar iedereen moet luisteren. Want dan kun je natuurlijk geen pijl op trekken. Dat is lastig, toch? Tuurlijk, dat ben ik ook wel met je eens. Alleen, ik vind, en dat blijkt ook uit elke keer dat er iets wordt gezegd. En we zijn allemaal verstandige mensen. We kunnen allemaal cijfertjes lezen. Als er elke keer wordt gezegd, dit is een levensbedreigende ziekte. Dan moeten we checken, is dat waar? En dan check je op alle cijfers die bekend zijn. En dan is het gewoon niet waar. COVID is niet een levensbedreigende ziekte voor een ieder. Een bedreigende ziekte voor mensen die inderdaad vooral onderliggend lijden hebben. Die inderdaad, en dat blijkt dan ook weer uit artikelen die we vandaag in de krant hebben kunnen lezen, een groot stuk overgewicht hebben. Dus dan verwacht je van de overheid dat we niet gaan roepen van blijf lekker thuis, hou je adem in, kom niet naar buiten, ga niet bewegen. Nee, als er aantoonbaar is dat er veel mensen overlijden vanwege het feit dat ze hart, vaat, diabetes, overgewicht hebben, dan zou je juist moeten zorgen om die tweede piek te voorkomen, dat je iedereen nu weer aan het bewegen zet. En dat je iedereen weer laat doen iets waardoor hij zijn immuunsysteem kan gaan opbouwen. Dat zie ik ook niet. Dus om in medisch jargon te spreken, iets meer smal spectrum, zoals dat heet, geloof ik. Hè? Iets gerichter schieten, zeg je. Ja, of in ieder geval ook perspectief bieden, toekomstperspectief bieden. En inderdaad zeggen we, jongens, oké. Als het zo is, ik bedoel, en dan kun je zeggen van ja, er zijn 17 miljoen meningen, maar als ik steeds meer doktoren dit hoor zeggen, dat we verkeerd bezig zijn, als er 1600 zorgende medewerkers al hebben geroepen, we kunnen wachten op dat vaccin, maar waar we nu aan moeten werken, is aan ons immuunsysteem. En het immuunsysteem bouw je beter op door heel veel te bewegen. Tot slot, hè, Eduard, als we nou eens kijken om het positivisme te eindigen, de toekomst van werk, van kantoren, van werkplekken, kun je op twee manieren naar kijken. Natuurlijk, als ik naar jouw concept kijk, dat is denk ik van één is, dat is dus een verouderd concept, want we gaan straks niet meer naar kantoor. Twee, het is juist een heel innovatief concept, want dit vertegenwoordigt zeg maar de nieuwe manier zoals we straks met elkaar gaan werken. Ik heb al zo'n vermoeden wat je antwoord is, maar laat ik hem openstellen. Hoe zie jij de toekomst van werk en werkplekken? Ik heb eigenlijk al, sinds ik in dit vakgebied zit, van operators, ben ik eigenlijk al zelf 15 jaar bezig met een totaal andere manier van werken dan traditioneel naar kantoor gaan. Ik heb mijzelf aangeleerd om ook remote te kunnen werken. Als ik de teams aanstuur in het buitenland, deed ik dat al via videocalls. Ik ging niet altijd naar Duitsland of België of Zweden, de acquisitie nu niet meer doen. Je kunt heel veel gesprekken doen via dit medium. Dus ik was er al op deze manier mee bezig. En wat ik heel duidelijk zie, en wat ik ook al veel eerder riep dan corona, 50 jaar geleden waren er kantoren, maar nog geen computers. Over 50 jaar zijn die kantoren er niet meer, maar die computers nog wel. Dat roep ik al jaren. En ook in het interview wat ik met jullie heb gehad toen de tijd, 5 jaar geleden, riep ik dat. Betekent dat die kantoorgebouwen er niet meer zijn? Het gebouw nog wel, het kantoor niet meer. Het gebouw wordt een ontmoetingsplek. Want uiteindelijk is het zeker zo dat mensen ook gedeelte van hun werk thuis kunnen doen. Dat wat je alleen moet doen, kun je ook thuis doen als je overigens een goede werkplek hebt. En die heeft ook niet iedereen. Mm-hmm. Maar dan zou je dat in principe, palen inderdaad thuis kunnen doen. Maar je wil uiteindelijk toch weer, buiten de twee zintuigen die je gebruikt via de Zoom-call, dat is zien en horen, wil je ook die andere 5 zintuigen inzetten om een goed team te gaan bouwen. En dat betekent dus dat je fysiek bij elkaar moet kunnen komen. En dat zal heus niet elke dag hoeven te zijn, maar je zult toch zien dat mensen steeds de behoefte hebben om met elkaar in contact te komen en ook fysiek. Dus het is niet of thuiswerken of op kantoor werken, maar het wordt gewoon en-en. Maar dat is iets wat ik altijd heb gezegd. Alleen komt het nu in een ongelooflijk grote versnelling. Daarbij zullen dus grote bedrijven ook inzien van het zelf aanhouden van kantoren is wel heel kostbaar als ik ook nog die werkplek thuis moet inrichten voor mijn mensen. Dat gaat een verschuiving zijn. Maar mijn mensen wil ik ook fysiek zien. Dus je krijgt die combinatie. Dus we hebben natuurlijk al tijden voorspeld dat de flexibele markt, die door operators gerund wordt, van 5% naar 35% gaat in het jaar 2035. Nou, ik denk uiteindelijk dat dat jaar 2035 naar voren wordt gehaald en dat er eerder
veel meer operators zullen zijn die op deze manier het werk voor corporate zullen gaan invullen. Dus als jij een bedrijf hebt van 200 man, dan kun je bijvoorbeeld stellen, heel simpel, nou, op maandag heb ik er 100 en die andere 100 werken thuis en op dinsdag draai ik het helemaal om. Of allerlei andere roulatiesystemen. Het hoeft niet eens per dag te zijn, maar per dagdeel. Van oké, dan komen alle marketeers bij elkaar op de maandagochtend. Dus middag komen alle verkopers bij elkaar. En dan werken ze weer thuis of in groepjes of in deelgroepjes. Daar dicht bij huis. Waar je dat, en als jij dan inderdaad geen goede werkplek thuis hebt. Ja, dan zul je toch zien dat er in grote woonwijken een soort van hub gaat ontstaan van een operator. In woonwijken? Ja. Dus je ziet het. Je hebt het wel een positivo, hè, denk ik. Ja, daar ben ik altijd geweest. Ik bedoel, dat houdt het leven ook leuk, hè? Want anders kun je net zo goed jezelf in een jampotje stoppen. Stoppen met adem is COVID ook opgelost. Mag ik jou heel veel succes en heel veel plezier wensen. Mocht ik ooit gaan uitbreiden en ik heb werkplekken nodig, dan weet ik je te vinden. Nou, Ronnie, top. Dankjewel. Eduard.